Mijn naam is Daan en mijn urban craft is glasschilderen. Het moeilijke aan glasschilderen is het heel direct werken. Dus elke lijn dat je op je glas zet, die staat er ook op, die is niet meer terug uit te gummen eigenlijk. Ik ben er eigenlijk ingerold in het atelier van mijn ouders, dus ik zag nooit iets anders als glasbewerking, glasblazen. En gelijk elk kind dat ziet doen, heb je daar een aantrekking mee en rolt je er zo wel in. In glas, dat stuk blijft leven. Dus wanneer dat je dat in een andere ruimte zou hangen, komen die kleuren heel anders tot recht. Op technisch gebied is eigenlijk het glas bewerken niet zo eenvoudig. Je zit met je temperaturen die echt tot op 5 graden Celsius moeten kloppen. Kwestie van niet te hoge luchtbellen te krijgen, dat je glas de juiste stabiliteit krijgt. Anderzijds moet je heel technisch zijn op het creatieve vlak. Dus wil je gaan tekenen, moet je zien dat je kunt tekenen. Kleine ingreep doen, één kleur bij opzetten. Een gezicht bij aanscherpen of weet ik wel van die dingen. Zo gaan er eigenlijk weken of een maand over eer dat stuk klaar is. Door de gebreken van het glas, dus die dingen waar je rekening moet houden, het loodgehalte, de breekbaarheid ook van glas, al die dingen, daar leert geen werken. Dus je weet, je kleuren zijn niet altijd kleurvast door dat loodgehalte. Ze reageren anders dan een normale verfsoort. En juist door met die gebreken te werken, kom je tot andere dingen. Maak je een fout in de eerste fase, kan het goed zijn dat in de laatste fase een bars zit. Dus daar is het echt een kwestie van heel gecontroleerd te werken. Elke stap even fel te respecteren. En natuurlijk, wanneer het stuk finaal uit de oven komt, heb je de voldoening van dat alles goed zat.